Welkom op Vol Liefde Leven. Mijn naam is Jolanda Vrijhoeven en ik wil het heel graag met je hebben over Reattach. Dat ik spiritueel coach ben, is bij de meeste mensen denk ik wel bekend. En dat ik op die manier persoonlijk één op één mensen help. Maar de Reattach, ja, die mocht wel meer in het zonnetje gezet, vond ik. Het is een prachtige therapie. Het is een niet-praten therapie. Dus voor mensen die al heel veel therapie gehad hebben. Vaak krijg ik ook mensen die uitbehandeld zijn bij de psycholoog of de psychiater. Of werkelijk al van alles geprobeerd hebben. Hoe werkt het? Het gaat door trommelen op de handen. Bepaald tempo. Waarbij dan de therapeut... Ik dus, maar je kan ook voor een andere therapeut kiezen, bepaalde zoekopdrachten geeft. Het lijkt een beetje op EMDR. En EMDR gaat dan met piepjes in de oren, hè, en is geschikt voor traumaverwerking. Reattach zit meer daar fine-tunen in en is, ja, bij huistuin- en keukenprobleempjes wou ik het al heel oneerbiedig noemen, maar zo bedoel ik het zeker niet. Dan mag je bijvoorbeeld denken aan faalangst, aan perfectionisme, aan al die overlevingsmechanismen die vroeger misschien wel functie hadden, maar nu niet meer en waar je nu last van hebt. Doordat het een niet-praattherapie is en je dus ook invloed hebt als therapeut op die prikkelverwerking, is het ook zeer geschikt voor mensen met autisme, ADHD, NAH, dus niet aangeboren hersenletsel, maar ook mensen met angststoornissen, met smetvrees, straatangst, al die dingen. Vroeger heette het Vicky View. Vicky was een autistisch meisje die ontdekte als ze op een bepaald tempo, op een bepaald plekje op haar hand trommelde, dat ze daar zo rustig van werd. Nou, therapeuten hebben daar Vicky's View op ontwikkeld en konden dus bepaalde dingen er heel snel binnen een paar sessies eraf trommelen. Om het zo maar te zeggen. Mensen met smetvrees, die waren in 3 sessies, hup, van die smetvrees af. Helemaal geweldig. Wat toen nog wel nodig was, is dat die mensen daarna een jaar nodig hadden bij de psycholoog. Want als jij geen smetvrees meer hebt, wat je hele leven dus beïnvloedt en ja, waar je de hele dag mee bezig bent, wat doe je dan wel? Nou, daar hadden ze dan die psycholoog voor nodig. En daar is dus Reattach op ontwikkeld. Reattach staat letterlijk voor herhechten. Dus die overlevingsmechanismen die niet van jou zijn, maar gaandeweg op zijn gekomen als het ware, die worden er afgetrommeld, maar tegelijkertijd wordt jouw kracht, jouw blauwdruk omhoog gehaald, waardoor je weer herinnert wat je leuk vindt, waardoor je daar weer toegang toe hebt, wil ik bijna zeggen. Nou, meestal zijn er 5 sessies nodig. Is geen wet van pers en meester, zoals ik al zei. Het wordt persoonlijk op jou afgestemd. Maar ik moet er wel bij vertellen, bij sommige mensen merken meteen na de eerste sessie al een groot verschil. Bij de andere pas de 3e. Of 4e zelfs. Er zit ook een opbouw in die sessies. Dus het is niet slim om na 2 of 3 sessies te zeggen, ik stop ermee. Want het werkt niet. Ja, kan best zijn. Het werkt wel, maar het heeft meer tijd nodig bij jou. Of bij jou werkt het net zo, omdat het zo persoonlijk is. Mocht je hier meer interesse in hebben, of mocht je vragen over hebben, contact me. Ik zal hieronder contactgegevens achterlaten. En ja, of kijk op de landelijke site reattach.com. En Reattach schrijf je R-E, hoofdletter A-T-T-A-C-H. Moet ik even goed denken dat ik het goed zeg, anders kun je het nog niet vinden. Dus dat is ook een optie. Lieve mensen, vond je dit een interessant filmpje? Dan maak je me blij met een duimpje omhoog. Helemaal blij als je abonnee bent of volgt.
Want dan weet ik zeker, dan is de kans groot dat ik je nog een keer zie. En dat zou ik heel, heel fijn vinden. Ik wens je veel licht, veel liefde en nog meer lachen toe. Tot de volgende!